ben niet benauwd van, oh jee, mijn baby gaat minder bloed krijgen omdat ik alles naar mijn spieren stuur. Okay. Ga vooral niet minder aandoen of denken van, oeh, dit is gevaarlijk. Nou. Mooi. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten na een zwangerschap. Kan dat gewoon? Serena Williams, Marleen Veldhuis en Estefane Poltman. Topsportmoeders spreken nog altijd tot de verbeelding. Maar waarom hoeven zwangerschap en bevalling niet het einde van je sportcarrière te betekenen? We vragen het aan onze special guest, duursporter, journalist en moeder, Marcia Jansen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Jurgen. Gerrit, goedemorgen. Wat ben je toch altijd nog steeds zeer zongebruind. Ja. Gek hè, met deze zomer. Hè? Daar zijn we weer. Ja. Terug van vakantie. Ja. Aftrap van seizoen 4. Ik kijk even naar jou. Zijn er kilootjes bij of af? Nee jongen, ik sta scherp. Ja, nog een paar weken en dan gaan we racen in Renkum. En de koffie smaakt nog steeds even heerlijk hier. Dus ik denk, ben blij dat ik er weer ben. Ja, leuk. Op naar de 100 zeiden we in onze laatste aflevering. Nou, zei jouw broer vooral. Uit je comfortzone. Ja. Dus we staan weer aan het begin van een serie van 21. 64 nu dan. Hè? Tot aan de jaarwisseling. Ja. We gaan zo in gesprek met een special guest. Vonden we leuk om mee af te trappen. Laten we even bij de aanleiding beginnen. We gaan zo schakelen met Marcia Jansen in Canada. Zit zij. Ja. Maar dat kwam omdat op de aflevering van Stefan van der Zwaard op onze website www.slimmerpodcast.nl kregen wij een reactie. En daar zijn we dol op. Van Renske. En ik zal hem even voorlezen. Renske, dankjewel. Renske zegt, beste Gerrit en Jurgen, met veel plezier luister ik al een tijd naar jullie podcast. Nou, daar worden wij blij van. Ja. Ik voel me nog niet middle-aged. Ik ben geen man, maar ga vaak over straat in Lycra, op de fiets of op loopschoenen. Nou, dan hoor je er helemaal bij, Renske. Vind ik helemaal top. In de afgelopen 2 podcasts, dat was dus die van Stefan van der Zwaard en die daarvoor, moet ik even terugdenken waar het over ging, wordt het krijgen van een kind genoemd als een periode waarin je waarschijnlijk even iets minder, tussen haakjes, intensief kan trainen. Logisch wellicht, voor mannen dan. Maar het op de wereld zetten van mijn 3 mini-atleetjes, tussen haakjes sportieve aanleg van 2 kanten, lag ik er langer uit dan een paar weken. Nou neem ik aan dat ik niet de enige vrouwelijke luisteraar ben. Nou, dat hoop ik ook niet, Renske. En vandaar de tip om het krijgen van een kind in het vervolg te betrekken op beide ouders. Verder, ga zo door. Ik luister graag naar de wekelijkse koffiepraat. Vriendelijk groet, Renske. Nou, Renske, super. En wat ik zeg, ik werd hier wel blij van. Ik dacht, hier moeten we iets mee. Zet je ook even aan het denken, hè? Ja, nou, als wij onterecht te lichtzinnig over zwangerschappen hebben gesproken, excuses daarvoor voor iedereen die zich daardoor aangesproken voelt. En ik dacht ook maar, laten we dan maar doorpakken. Wij lezen allebei als lid van de Triathlonbond met veel plezier de Transition. Ja. Voor de Transition schrijft Marcia Jansen. En zij schreef daar een serie over topsportende moeders of moeders en niet eens topsport en sport. Triathlonnende moeders, ja. Dus we dachten, nou, laten we dit haakje van Renske maar gebruiken om dat onderwerp in te duiken. Voordat we zo live gaan schakelen met Marcia, hoeveel kinderen heb je ook weer? 3. 3? Ja. Hoe heb jij de zwangerschap ervaren in de periode rondom de bevalling in relatie tot jouw sporten? Op een iets lager pitje toch wel, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk... Het is lang geleden voor jou alweer, ja, hè? Zeker. 20 jaar geleden. Ja? Ja, totaal andere fase. Ja. Nee, maar ik denk wel... Kijk, het ging bij Stefan natuurlijk omdat toen we hem spraken...
Was hij net vader geworden? Was hij net vader, ja. En dan is het natuurlijk het eerste. Maar dat was weer een hij, hè? Dat is Renske de Punten. Ja, en buiten uitzending om is het eerste wat je vraagt. En slaap je al een beetje door? Slaapt die kleine door, zeg maar? En daar is dan waar wij dan mannen vooral last van hebben. Een beetje, die tijd. Nee, maar het is wel een onderwerp waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Ook door die voorbeelden die we al noemen natuurlijk. Ja. Alleen het is nog steeds wel bijzonder. Want het wordt meteen uitgelicht in de media als iemand een kind krijgt. En daarna weer de topsportcarrière oppikt. En vandaar, het roept vragen op. Ook vanuit de wetenschappelijk-fysiologische kant. Van zo'n zwangerschap doet toch wel wat met het lichaam sowieso. En een bevalling daarna. Ja. Is dat wel verantwoord? En dames. En even om de verwachtingen te managen. De artikelen van Marcia kwamen in de categorie lifestyle. Ja. Dus we gaan natuurlijk niet heel medisch anatomisch in. Ik kan mogelijk wel wat dingen aanvullen ergens. Laat ik voorop zeggen. Steeds meer onderzoek laat zien dat sporten gewoon prima kan. Ja. Juist heel goed is voor moeder met name. Dat net zoals we weten inmiddels met de beweegnormen die er zijn. Voor elke Nederlander om die x aantal minuten per week te halen. Ja. Dat moeders daar zeker niet moeten denken. Of aanstaande moeders van ik heb nu ik ben zwanger. Nu moet ik er rustiger aan doen. Wel rustiger aan, toch? Lees ik ook in de artikelen. Ja, dat is eigenlijk wel ook een beetje een misverstand geweest. In het begin zijn wat studies gedaan. Hebben ze gekeken ook naar de hartslag. Of de bloedstroom door de placenta. Ja. Hartslag van de aankomende baby. En er is wel eens gerapporteerd toen van dat hartslag gaat iets omhoog. Bloedstroom neemt wat af. Dat is ergens misschien logisch. Op een gegeven moment moet het lichaam keuzes maken van waar gaat het bloed naartoe? Gaat het naar de spieren, het hart of naar de baby, naar de foetus? En toen is denk ik, maar dan praat je echt over 20 jaar geleden. Het advies was toen, doe vooral rustig aan. Kom, die hartslag mag niet boven de 140 slagen per minuut. Nou, inmiddels laten heel veel studies zien. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk, als je buikje gewoon in de weg zit. Ja, en contactsporten, die ga je dan niet doen. Of op een andere manier. Maar ik ben niet benauwd van, mijn baby gaat minder bloed krijgen. Omdat ik alles naar mijn spieren stuur. Oké. En dat is eigenlijk wat tegenwoordig. Misschien één studie om te noemen is dan een grote studie die ik vond bij IJslandse moeders. Allemaal ex-topsporters en nog steeds. En versus een controlegroep hebben ze puur gekeken van hoeveel uur heb jij eigenlijk gesport? En gekeken dan bij die 130 vrouwen, hoe was de bevalling? En hebben ze gemeten gewoon de baby, hoe is die eraan toe, conditie? Mogelijke afwijkingen, die waren gelukkig niet. Iedereen kwam gezond ter wereld. En dan maar keken ze ook naar de duur van de bevalling. Aantal keizersneden. En was eigenlijk wat wel naar voren komt, is dat met sportende moeders aantal keizersneden, het risico daarop iets kleiner is geworden. Dus dat is één. Hoopvol. Ja, dus en los daarvan is de conditie van de moeder, dat is het andere, dus de kans op bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk, diabetes, dat is allemaal, wordt kleiner als jij door de effecten van sporten. Als jij gewoon tijdens je zwangerschap blijft sporten. Ja. Plus daarbij is zwangerschap vaak ook een manier om juist te beginnen met sporten. Of juist een gezonde leefstijl te nemen. Dus bij deze voorop stel ik van ga vooral niet minder aandoen of denken van dit is gevaarlijk. Nou, mooi. Ik merk al, je hebt volop zin na de vakantie. Je zit vol energie en nieuwe verse kennis. Laten we snel gaan schakelen met Marcia. Leuk. Goeiedag. Goedemorgen, Marcia, live vanuit Canada. Ja, goedemorgen. Ja, goedemiddag voor jullie. Het is hier 6:00 ochtends geweest, 6:30 bijna. En ik doe vaker interviews op dit tijdstip, omdat ik nog steeds vanuit Canada voor Nederlandse opdrachtgevers werk. Dus het is niet heel ongebruikelijk dat ik hier om 6:00 ochtends met iemand zit te bellen. Want normaal gesproken ben jij dan natuurlijk de interviewer. We hebben de rollen vandaag een keer omgeruid. Voor de mensen die jou niet kennen, je bent al heel lang journalist, sportjournalist. Ook auteur van minimaal 2 titels. 1 daarvan hebben we hier liggen. De hartslag van een ander, over Wouter Duinersveld, waar we een aflevering mee hebben gemaakt. En ik zag in jouw bio dat je ook naar aanleiding van 25 jaar Challenge Almere ook een mooi boek hebt geschreven. En verder kennen we jou natuurlijk vooral vanuit ons lijfblad, The Transition.
Dus, Maar leuk je zo te spreken, echt, in plaats van... je hebt altijd een beeld bij een als je stukken leest in Transition, maar geen idee wie erbij hoort. Maar leuk dat het nu kan. Ja. En nog wel over een onderwerp waar we graag expertise van jou vandaan halen. En dat heeft te maken natuurlijk met een aantal stukken die jij... paar jaar geleden al schreef naar aanleiding van... je hebt interviews gedaan met 3 moeders. Sportieve moeders die allemaal op hun manier een sportieve prestatie neerzetten... die met triathlon te maken hebben. Ja, en zullen we beginnen bij het begin? Daar gaan we het over hebben, ja. Wat ik bij jou ook altijd zeg. Marcia, wat was de aanleiding voor jou om die artikelenreeks te gaan maken? Ja, nou, ik doe zelf al heel lang aan sport. Ik heb zelf al gezwommen. Toen ben ik gaan wielrennen. En toen rond mijn 30ste dacht ik, wat wil ik nu? Misschien moeten we maar eens aan kinderen gaan denken. Maar ja, ik wilde eigenlijk ook nog wel graag triathlon gaan doen. Omdat ik al gezwommen en gefietst had. Dus dat leek me wel een leuke overstap. En toen hebben we voor triathlon gekozen. Heb ik dat een paar jaar gedaan. En toen zijn die kinderen alsnog gekomen. Mijn dochter is 16 jaar geleden geboren, mijn oudste dochter. En 13 jaar geleden kreeg ik de tweede. En ik wilde graag blijven sporten. En ik had zelf... Ik vond dat niet makkelijk om terug te komen nadat ik een kind had gekregen. En toen zag ik in mijn omgeving... via mijn werk zag ik... En mijn contacten gewoon in Nederland met triatleten. Dat triatleten die een kind hadden gekregen, nu gewoon terugkwamen naar de zwangerschap. En ik vind dat helemaal geweldig, want ik weet zelf hoe zwaar dat is. En waar je tegenaan loopt. En dan sommigen kwamen ook gewoon echt terug op hoog niveau. Dus ik dacht, dat lijkt me superleuk om daar een verhaal over te maken. En ik heb het ook voor Wielerrevue. Heb ik daar een paar jaar geleden een verhaal over gemaakt met Koen Rita Dalen. Dat was een mountainbikester, nog steeds. En Reza Ravenstein, veldrijdster. En Yvonne Brune, die oud-Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Dus dat was eigenlijk in mijn eerste verhaal over moeders in de peloton. Heette dat verhaal. Ja. Maar leuk, want het geeft je ook aan. Het blijven een beetje uitzonderingen. Hè? Ze komen nog steeds in de media. Is het toch nog, wordt dat opgepikt als bijvoorbeeld een Serena Williams, of we hadden het over Marleen Veldhuis, besluit om om door te gaan met een carrière, of een comeback wordt dan vaak gezegd, hè? Van nou. Dat het toch best wel nog uitzonderlijk is. En dat is zie jij toch wel dat het dat het minder uitzonderlijk aan het worden is? Of is het nog steeds, merk je van, het is een hele kleine groep die zich eraan waagt? Nee, vroeger, toen ik zelf fietste, zag ik het echt nooit. Voordat ik dat verhaal schreef. Maar toen was ik zelf al gestopt. Hè? Dus zag ik eigenlijk nooit moeders met die fietsen en hun kinderen langs de kant stonden. En we hebben natuurlijk wel een heel mooi oud voorbeeld al. Van die Blanke Schoen. Die had kinderen toen zo Olympisch kampioen werd. Hè? En dat was natuurlijk helemaal uitzonderlijk. Toen, volgens mij stopte toen iedereen gewoon. Als je een kind kreeg, dan was het gewoon klaar. Net als dat je niet meer mocht werken, zeg maar. Dus dan ging je gewoon op de kinderen focussen. Dus dat was heel, heel bijzonder. Dus toen ik fietste en zwom. Zwom is natuurlijk een sport voor meestal jongere vrouwen. Dus daar was het niet echt... daar liep je eigenlijk nooit tegenaan. Die waren allemaal gestopt voordat ze moeders worden. Maar bij het wielrennen... zag ik dat voor het eerst. En bij triathlon is het volgens mij... een triathlon is een sport... zoals ik het zie, die lopen altijd een beetje vooruit. Weet je, met de technische dingen en trainingsdingen. En dat zijn een beetje de voorlopers, heb ik het gevoel. En daar zie je het nu zeker wel meer gebeuren. Dat vrouwen gewoon doorgaan en ook weer echt terugkomen op het hoogste niveau. Met een kind of twee. Ja. Mooi, eerste takeaway. Triathlon loopt voor...
Marcia, je zei net zelf al even, de aanleiding voor het artikel was ook, ik krijg zelf kinderen en ik vond het heel zwaar. Nou, dat is een van de dingen die Renske ons aanwrijft. Hij zegt, jongens, jullie praten daar te makkelijk over als vaders. We hadden net al even, checkte waar in. Nou, de onderbroken nachten, dat was dan toch wel het zwaarste waar vaders last van hebben. Kan je ons eens meenemen in, wat het maakt het nou specifiek voor de vrouw na de bevalling zo zwaar om terug te komen? Ja, nou ten eerste verandert je lichaam natuurlijk helemaal. Terwijl je, als je een kind krijgt en ook daarna duurt het gewoon heel lang voordat je weer je eigen lichaam terugkrijgt. Bij mij duurde het zeker wel 6 maanden voordat ik het gevoel had van oké, ik ben er weer een beetje. Dus je spieren worden slapper, dat soort dingen. Het is meer risico als je gaat hardlopen. Bijvoorbeeld, kun je eerder je enkels zwikken, dat soort dingen. De gebroken nachten. In het begin, als je als vrouw borstvoeding geeft, dan komt dat toch vaak op de vrouw terecht. Dan kan de man gewoon door blijven slapen, want die kan toch niks doen. Luiertje verschonen. Ja. Wij deden thuis altijd, ik doe het luiertje, zij deed de borstvoeding. Maar dat klopt, dan slaap ik wel sneller door. Ja, ja. Ja. En... ja, en dan die hele borstvoeding natuurlijk. Je hebt wel een klein melkfabriekje in je lichaam. Dat kost veel energie. En ik had het gevoel dat ik daardoor veel meer verbonden of vast zat aan je kind. Omdat die heeft gewoon iedere paar uur eten nodig. En daar had ze mij voor nodig. Dus het is ook sowieso lastig. Dus je kan ook niet nog eens weg om dan te gaan trainen. Ja, of zo. Moet je een hele snelle triathlon gaan doen als je tussendoor dat is natuurlijk. Ja. Het is wel mogelijk hoor. Ik volg ook een trailrunner op Instagram. Zij doet ultra runs. En er ging een geweldige foto over het internet. Zij deed mee aan een hele lange ultra run. En dan zag je haar zitten tussen allerlei mannen op een soort tribune. Daar zat ze voor in een sporthal, weet je, tussen na de wedstrijd of misschien wel tussendoor, ik weet het niet. En dan zag je al die mannen, zag je met hun benen omhoog liggen en uitgeteld op die bank. En zij zat gewoon haar kind borstvoeding te geven, weet je. Dus ja, dat is gewoon, als man, daar loop je gewoon niet tegenaan, tegen dat soort dingen. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie van natuurlijk de fysieke heftigheid van een bevalling. Ik ga niet eens een poging doen om dat voor te stellen. Maar dat komt dan met een periode van herstel of sowieso inactiviteit op sportvlakgebied natuurlijk. Daar komt dan nog slecht slapen bij. En het feit dat je met de borstvoeding ook energie verliest of steekt in hele andere dingen. En dat maakt dan eigenlijk die hele periode van misschien wel een maand of 6 dat je natuurlijk helemaal alles afbreekt wat je ooit had. Ja. Ja, en voor sommige vrouwen duurt het ook veel langer hoor, voordat ze zichzelf weer een beetje terug hebben gevonden, denk ik. Toch, vind ik wel interessant, want jij had het over een half jaar. Ik las even in de voorbereiding en daar wordt eigenlijk gesuggereerd, en dat is toch op basis van kennis, denk ik, dat het toch mogelijk zou moeten zijn om na 6 weken langzaamaan weer wat... te kunnen sporten. En dan wordt met name inderdaad gezegd niet hardlopen, maar bijvoorbeeld zwemmen of in ieder geval een sport die minder impact maakt op buik en bekkenbodem. Is die, dat lijkt dan wel rijkelijk vroeg. Of denk je wel dat dat inderdaad haalbaar moet zijn, dat je 6 weken weer iets kan doen? Ik ben zelfs ook... Na 6 weken weer gaan zwemmen. Als je geen bloed meer verliest, dan kan je weer gaan zwemmen. Dat is meestal rond 6 weken. En zwemmen is natuurlijk, heeft weinig impact op je spieren en botten. En dus dat ben ik ook vrij snel gaan doen. Fietsen kan je eigenlijk ook alweer snel oppikken. Als het weer comfortabel is, zeg maar, om op je zadel te zitten. Sommige vrouwen worden natuurlijk ook ingeknipt en worden gehecht. En dus dat kan heel oncomfortabel zijn. En lopen moet je inderdaad wat voorzichtiger mee zijn. Je hebt kans op bekkenproblemen als je te vroeg begint. Ja, en dat las ik ook. En wat is te vroeg daarin? Wat is dan voor dames die luisteren, wat is een veilige marge? Ja,
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik geloof, nee, ik heb Jessica Gal ook wel daarover. Maar ik weet niet meer wat ze daar precies over gezegd heeft. Ik weet in ieder geval zwemmen 6 weken. En ik denk misschien lopen iets langer. Misschien 3 maanden. Maar je kan het ook gewoon uitproberen natuurlijk. Als jij het al fit genoeg bent of voelt om weer te gaan lopen, dan kan je het gewoon proberen en dan gewoon... En gewoon heel goed luisteren. Ja. Pijn is hoog. Ja. Ja, maar ik zit even te denken naar wie kun je om raad vragen? Hè? Heb je dan het meeste contact nog met een huisarts of een verloskundige of gynaecoloog? Of is het toch inderdaad zelf maar proefondervindelijk afgaan op de pijntjes en het lichaam? Hoe deed jij dat? Ja, mijn verloskundige, die weet natuurlijk, mijne, die wist niet zo heel veel van sport. Die kan gewoon algemeen informatie geven. Ik denk ook dat het veel ook van de persoon zelf afhangt. Sione Jongstra bijvoorbeeld, die deed 3 maanden nadat ze bevallen was van haar dochter, kwam ze uit in een eredivisiewedstrijd, een triathlon. Dus dat kan ook. Maar ik zou daar niet... Ja, het is een beetje een trend. Hè? Een beetje dat je ziet van die fit girls. Die krijgen een baby. En dan een week daarna is die buik weg. En dan zijn ze weer helemaal strak. Maar dat is niet normaal. Ik zou dat niet als voorbeeld nemen. Dat is uitzonderlijk. En ook die Sione die je nu aanhaalt. Is een van de 3 die je geportretteerd had voor Transition. Dat kunnen wij nu zo oplepelen, omdat dat zo'n bijzonder verhaal is, toch? Ja. Laten we vooral hier onderstrepen dat we niet allemaal moeten denken dat dat zomaar kan. Nee, ik zou daar ook niet... Weet je, als jij een half jaar nodig hebt of zelfs langer om weer bij te komen van alles, want het is nogal wat. Je hele leven verandert gewoon. En het is ook wat mannen misschien ook minder hebben en waar vrouwen nog wel vaak tegenaan lopen. En wat ik zelf ook heel erg had, is een soort schuldgevoel. Want ik moest al opvang zoeken voor mijn dochter, omdat ik wilde werken of moest werken. En dan wil je ook nog gaan sporten. Dus dan moet je ook... sommige mannen nemen die taak wel heel serieus, anderen minder, weet je. En hoe ga je dat regelen? En zeker als je een lange triathlon wil doen, dan moet je uren op de fiets zitten en uren hardlopen. En ja, hoe ga je daarmee om? Ik vond dat heel lastig. Want je moet toch je kind voor een paar uur achter elkaar alleen laten. En niet iedereen kijkt er ook heel positief naartoe. Weet je, ga jij 6 uur fietsen terwijl je dan een kind hebt van een half jaar? Is lastig. En mannen worden er eigenlijk nooit op aangesproken als die voor een Ironman trainen en die hebben een pasgeboren baby thuis. Daar is het eigenlijk niemand die zich daar druk om maakt of vragen over stelt. En vrouwen krijgen dat natuurlijk wel veel eerder. Ja, dit is ook een van de 3 portretten in Transition. Gaat eigenlijk hier heel erg over. Hè? Maar ik heb de naam even niet paraat. Maar zij wilde Ironman Maastricht gaan doen. Ja. Wat heb je daarvan opgestoken, van dat verhaal? Ja, ik vond dat heel knap. Want zij ging gewoon... Zij stuurde haar man naar het voetbalveld. Want zij heeft volgens mij 3 zoons of 2... Die beroepsvoetballer wilde worden. Dus dat is ook een grote belasting, hè, voor het gezin. Die moet constant naar het voetbalveld en terug en koken. En zij ging dan 's avonds op de home trainer boven. Ging ze fietsen en dan vertelde ze ook... Ja, dan kwam mijn zoontje naar boven en dan kwam hij mij een kus geven. En dan ging hij naar bed. En dat vond zij toch wel lastig. Maar ik vind het wel heel knap dat ze het wel gewoon gedaan heeft. Ja, maar dat vond ik juist het leuke aan, aan jouw 3 verhalen, omdat ze zo alle 3 verschillend waren. En bij deze kreeg ik, kan ook even, of het nou Eva Jansen was of de 3e inderdaad, kreeg ik juist het beeld bij haar van, ja, zij had eigenlijk nooit zoveel gesport in haar leven, was moeder geworden, 2 of 3 zoons. Cindy Winkers Cindy, denk ik, ja. Die zoons die ontzettend talentvol waren in het voetbal. En vanuit daaruit iets zag met die jongens van... Hey, sporten is leuk, uitdagend. En toen op het idee kwam... ik ga gewoon op latere leeftijd in ieder geval... die jongens waren al wat ouder. Dus die bevallingsperikelen die waren lang achter haar. En gezegd, hey, ik ga ook een sportieve uitdaging aan. Waarbij dus eigenlijk wordt geïnspireerd door haar kinderen...
in dit geval, om voor een Ironman te gaan. Nou, dat is zo'n verhaal, daar denk je ook niet 1, 2, 3 aan. Maar dat kan natuurlijk ook het voordeel van een zwangerschap zijn. Dat je uiteindelijk je kinderen groot ziet worden met sport. En waardoor jij zelf inspireert. Ik vind het wel een hele indirecte. Nou, nee, maar dat vond ik. Kijk, en als je dan die eerste waar we het over hadden, die had al die mindset van ja. Dat was al een topper, wil je zeggen. Ja, die had al iets van nou, straks bevallen en na 3 maanden dan is die in die wedstrijd. Ja. Die trainde ook lang door. Ja. Dat ging dan ook nog, ik weet. En dus het zijn allemaal losse verhalen, maar het verhaal wat uiteindelijk bij jou als persoon past, ja, dat is natuurlijk een hangt heel erg af van ja. Puur jezelf, maar ook denk ik de omstandigheden in dit geval. Je hebt het niet helemaal voor. Je kan het niet zo doen zoals een Serena Williams zegt van ach, want die heeft natuurlijk een hele entourage daaromheen. Maar dat is me bijgebleven van op latere leeftijd zelf gewoon een sportieve prestatie gaan doen. Van tevoren zeggen, nou die bevalling die ga ik zo goed mogelijk tijdens zwangerschap, die ga ik goed in, daar blijf ik sporten. En dan hoop ik dat ik inderdaad na 3 maanden of 6 maanden weer in staat ben. En dan had je het derde verhaal, dat vond ik ook wel een... dat is misschien... Kun je die voor ons vertellen? Eva, die vond ik ook wel interessant, namelijk. Weer een ander verhaal. Ja. Ja, vond ik een geweldig verhaal. Eva Jansen was een succesvol triatlete en... is toen gestopt, kreeg een kind, kreeg nog een kind. Was weer een beetje bezig om terug te komen, te sporten. En toen wilde ze graag nog een derde kindje. En toen kreeg ze een tweeling. Dus ze kregen in een week 4 kinderen. En die hebben, voordat ze die tweeling kregen, hebben ze echt alle sportspullen weggedaan, volgens mij. Triathlon fietsen, want ze moesten natuurlijk ook ruimte maken in huis. En moesten een nieuwe auto. En hele leven op de kop. En dus die heeft nu 4 kinderen. Ze zijn nu gelukkig voor haar, ik weet het niet, iets ouder. En nu zie je dat ze gewoon weer toch dat sporten weer helemaal heeft opgepakt. En zij komt ook uit in de, ik geloof de eerste divisie of de tweede divisie triathlon. En ze vindt nu ook weer tijd om zelf te sporten. En net zoals Cindy, zij heeft ook gewoon een fulltime baan of een bijna fulltime baan. Dus als ik daarnaar kijk, dan ben ik echt helemaal zo van, wauw, dat vind ik echt super knap. 4 kinderen, 4 jonge kinderen. En gewoon de tijd kunnen vinden en maken om weer zo te kunnen sporten. Ja, dat vind ik echt super knap. Heb jij door je gesprekken met hun daar nog slimme tips gehoord? Hè? Dat is uiteindelijk onze podcast draait om het verzamelen van slimme tips. Dus 1, wij als vaders moeten het niet meer hebben over een paar weken rustig aan doen. En veel meer alle dames die we kunnen ondersteunen in weer te gaan sporten. Een lange blessure is zoiets. Precies. Maar... En dan in dat organiseren. Heb je daar nog iets op gevangen? Dat ik, zo kun je dat dus aanpakken. Ja, wat nu wel makkelijker is ten opzichte van vroeger, is dat je nu van die mooie fietstrainers hebt. Waar je gewoon thuis, lekker dicht bij huis, dicht bij de kinderen, en dan toch een goede training kunt doen. Dat had je vroeger natuurlijk niet. Dus dat zie ik zeker wel als een voordeel. En de vrouwen die ik gesproken heb, die zijn heel goed in het combineren van dingen. Dus zet je kinderen af bij de zwemles, blijf niet kijken, maar gewoon ga zelf zwemmen of ga zelf een rondje hardlopen. Je moet echt alle tijd die je kunt vinden, moet je ook echt inzetten. Want anders komt er gewoon niks van. Want je bent druk. Het is eigenlijk altijd druk. Met jonge kinderen moet je echt gewoon tijd daarvoor vinden. En misschien ook wel gewoon blokken in je agenda. Want het is natuurlijk heel belangrijk om tijd voor jezelf te blijven maken. En fit te zijn en weer fit te worden. Dus ik zou dat zeker, dat je daar ruimte voor vrijmaakt in je agenda. En natuurlijk voordat je kinderen krijgt ook afspraken maken gewoon met je man of met je vriend. Dat jij dat gewoon wilt blijven doen. En dat hij dus ook gewoon daar die rol moet oppakken. En tijd vrijmaakt om met de kinderen te zijn. Zodat zij ook kan blijven sporten. Want vroeger was het natuurlijk, de man bleef vaak sporten. En de vrouw die stopte gewoon. En dat is aan het veranderen. En dat is natuurlijk wel
heel goed. En de mannen kunnen daar een grote rol in spelen, denk ik. Kortom, alle dames die luisteren die nog geen kinderen hebben, die moeten gewoon deze aflevering even goed opslaan. En aan hun toekomstige, de vader van hun toekomstige kinderen zorgen dat ze hem even luisteren. Ja. Voordat het zover is. Maar ik was benieuwd, hoe jij had eerst denk ik de gesprekken gehad, hè, of voor Transition of daarna de week. Maar je hebt zelf 2014 nog een hele triathlon gedaan, hè, las ik. Klopt dat? Ja. En ja, daarna nog een keer, of was dat je laatste? Ik heb... even kijken. Ik heb er 3 gedaan. Laatste keer ben ik uitgestapt. Maar je hebt maar dus voor alle 3 getraind. Ja. Ja. Hoe deed jij dat dan? Ja. Nou, toen wij naar Canada verhuisden in 2012. Ik werkte vooral in het wielrennen. Als wielrenjournaliste. En het was rond dezelfde tijd dat Lance Armstrong bekende dat hij doping had gebruikt. En ik werkte voor de Rabobankploeg. Die stopte er daarmee. Ik werkte voor Wielermagazine. En dat stopte ook rond die tijd. Ook, ik denk dat heeft er ook wel mee te maken dat mensen weet je, een beetje zich afkeerden van het wielrennen. Dus ik kwam hier terecht in Canada. En... mijn man had gelukkig nog zijn werk vanuit Nederland. Dus op zich was alles goed geregeld. En ineens had ik meer tijd. Ja, je had heel veel tijd. En hoe oud waren je kinderen rond die verhuizing? Ja, die waren ook al iets ouder. De jongste was 4 en de oudste was 7. Dus zijn die toch zijn wel een beetje handenbindertjes, toch? Ik heb er hier een van 10. Nou, het begint nu wat beter te worden. En, maar... en met een overgang naar een andere land, school zoeken. Ja. En nou ja, dat... Ik kon dus vooral trainen toen zij op school zaten. Ja. Dat was mijn geluk. Nou, kun je toch mooie blokken maken inderdaad. Ja, ja, en ik werkte minder. Dus dat was, het was jammer dat ik die opdrachtgevers verloor. Maar ik dacht van, nou, als ik ooit nog een keer een hele triathlon wil doen, dan is dit wel de kans voor mij. Want ik vind het ook heel, ik vind het zelf heel moeilijk om zomaar 6 uur of 5 uur te gaan fietsen op een zondag, op een zaterdag, als de kinderen thuis zijn. Ja. Dat heeft niet iedereen, maar ik vind dat zelf heel lastig. Dus ik heb het voornamelijk onder schooltijd kunnen doen en dat is natuurlijk wel een luxe positie. Ja. Maar ik zie ook een parallel in dat verhaal van Cindy wat jij schreef uit Maastricht, die ook zei, kijk, mijn man die ging een jaar later of zo, die zagen aankomen dat hij een heel groot project ging krijgen. Dus ook daar zat soort van de kans van, wacht even, ik moet nu doen, want ik kan hem nu ook vragen om die kinderen veel voor zijn rekening te nemen. Dus het leert me ook wel weer dat grote triathlons uitgaan van hele triathlon is inderdaad heel veel zelf trainen, maar dus ook even net goed de window of opportunity spotten dat het in je leven past, hè? Ja. Ja, en voor sommige vrouwen, die werken fulltime en die hebben kinderen. En dan snap ik ook, een hele triathlon, dat zit er gewoon niet in. Dat is gewoon te veel, te stressvol. En dan moet je gewoon, ik zou dat dan uitstellen tot de kinderen iets ouder zijn. Ja, en korte triathlons zijn natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Hè? Een sprint en een kwart. Superleuk. Dus je hoeft niet per se zo'n... dat ziet iedereen toch wel een beetje als het ideaal, hè? Als je een hele triathlon hebt gedaan. Dat is toch wel het grootste wat je kunt doen. Maar ik denk, als je kinderen hebt en je kunt alweer een kwart of een sprint. Nou, dat is ook hartstikke leuk en prima. Je hoeft niet per se zo lang, denk ik. Ben ik het helemaal mee eens. Ik kwam ergens tegen een wetenschapster die suggereerde zelfs dat een zwangerschapsbevalling, juist nog een extra boost kon geven aan de sportprestatie. En daar had ze het over omdat het tijdens de zwangerschap het hart eigenlijk extra gechallenged wordt. Want je hebt natuurlijk een extra circulatie, extra hoop bloed die rondgepompt moet worden. En de ademhaling zou bevorderd worden omdat je ribbenkast iets opgetild. Was wel serieus wetenschap. En juist ook het feit van de bevalling, dat alle hormonen daar. En het feit dat jij dan kan omgaan met behoorlijk heftige prestatie op dat moment. Die was echt van mening van het kan best wel zijn dat als moeders na een bevalling weer gaan sporten,
dat het, ja, ze uiteindelijk, natuurlijk met de tijd in acht nemen, ze beter afgaat, ze beter kunnen presteren. Vanwege dus de zwangerschap en bevalling. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb dat ook heel vaak gehoord. En ik dacht dat er zelf geen wetenschappelijk bewijs voor was. Maar dat zal jij... Ja, nee, ja, het is één dame die daar toch wel aan de hand echt van data... Een beetje gelegenheidsargument, ja, zeggen we hier dan, hè? Eén studie, maar ja, dat hebben we toch. Ja, maar wat ik zeker hoor bij veel vrouwen die ik geïnterviewd heb... Als je zo'n bevalling hebt gedaan... Eigenlijk alles wat erna komt is makkelijk, hè? Like, ja, het is een cliché, maar het is heel fijn dat dat uit de mond van een vrouw hier gezegd wordt. Want dat, ja, ik wilde die niet inkoppen. Ik ben maar er bijna jaloers op, hè? Nee, voor de prestatie, maar goed. Ja, en natuurlijk een hele triathlon of als je gewoon een sprint of een kwart heel hard en snel doet, dat doet gewoon ook heel erg pijn. Maar wat het verschil is met een bevalling... Kijk, in de triathlon kan je altijd nog afstappen, hè? Of uitstappen. Of even, weet je, overgeven langs de kant van de weg en even uitrusten. Bij zo'n bevalling, ja, je moet gewoon door. Je weet niet waar het einde ligt, hè. Dat kan nog uren duren, terwijl je al heel erg veel pijn hebt. En vaak is dat ook zo. Ja. Nu kan je natuurlijk wel om pijnstilling vragen. Dat kun je natuurlijk ook. Maar je wil zeggen, die mentale ervaring, ik heb heel veel pijn. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar ik moet door. Dat creëert een soort hardheid die je de rest van je leven profijt van hebt, begrijp ik wel. Ja, en je ziet ook sporters vaak inderdaad sterker terugkomen nadat ze een kind hebben gekregen. Reza Ravenstein, die ik heb geïnterviewd dan als veldrijder, die ging nadat ze haar zoontje had gekregen, ging ze pas mee naar WK's en alles. Dus voor haar werkte dat inderdaad zo. Maar ik denk niet dat het per definitie zo is, hoor. Nee, ik vind ook dat we hier erg voorzichtig moeten zijn. Maar misschien putten mensen de kracht uit, hè? Als ze een kind hebben gehad en ze krijgen het zwaar in een race en zeggen, hey, ik heb toen gehoord. Straks komt het op de dopinglijst dat je geen kind meer mag hebben. Ja. Ja. Maar mentaal zeker, inderdaad. Dat kan een grote rol spelen. Ik vind het wel een rijk onderwerp. Ik ben Renske eigenlijk wel dankbaar dat ze dit geagendeerd heeft. En jou, Marcia, dat je dit met ons wilt bespreken. Ik ben benieuwd, heb jij nu voor luisterende moeders of vaders... of aankomende moeders of vaders nog uit jouw interviews... of uit je eigen ervaring nog andere tips of dingen die je zegt... nou, daar hebben we nog niet aan geraakt? Ik zou in ieder geval adviseren als je zwanger bent... om in ieder geval zo lang mogelijk door te gaan. Ik heb gewoon doorgezwommen tot de bevalling. Dat kan hartstikke goed. Mountainbiken deed ik nog. Toen ik een half jaar zwanger was, was ik nog steeds aan het mountainbiken. En hardlopen vond ik zelf wat minder. Ja, dat voelt allemaal zo. Weet je, je voelt die banden trekken in je buik en het gewicht. Dus dat vond ik zelf niet zo heel fijn. Dus daar ben ik wel eerder mee gestopt. Maar probeer zo fit mogelijk die bevalling in te gaan. Dat helpt denk ik sowieso. En dat helpt je ook weer om sneller weer terug te komen op een beetje fijn niveau. Dat je weer kunt, lekker kunt sporten. Dus dat zou ik zeker adviseren. Ja, mooie tip. Maar als je nooit gesport hebt, dan moet je niet als een gek beginnen. Nee, exact. Tijdens een zwangerschap. Ja, maar ik vind wel, ik zei tegen Gerrit, het is ook wel een zelfs moeders die amper sporten of... iets hebben van ja, maar dan ben je zwanger, dan ga je toch meer nadenken over je leefstijl. Hoop ik. In ieder geval is zeker de bedoeling. Ja. En juist dan is het niet verkeerd om te denken van nou, ik kan het wel eens beginnen met rustig. Nou ja, of zwemmen of fietsen, iets wat zwemmen, je ligt. Gewoon kom in beweging. En wel... Maar dan hebben we het over van inactief naar actief. Ja, wat iets wel. Anders is dan echt gaan sporten natuurlijk. Ja. 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 Maar goed, dat zou ik zeker adviseren. En ook daarna, luister naar je lichaam. Als het goed voelt, dan moet je dat gewoon doen. Maar ik zou ook je moet ook niet te veel naar anderen kijken. Van die alweer na 2 weken, weet je, helemaal strak in het vel zitten. Bij mij duurde het ook veel langer voordat ik die kilo's kwijt was. En daar moet je ook gewoon de tijd voor nemen. Dus voel je zeker niet, voel je niet gedwongen om keihard te gaan sporten als je net bevallen bent. Je moet ook gewoon genieten van je kindje, denk ik. Ja, mooi.
En die vaders dus, ja. Laten we dat nog maar een keer onderstrepen. Die vaders erbij. En kijk, ik moet aan één anekdote nog denken. Toen onze dochter net geboren was, Joël, mijn vrouw is fanatieke volleybalster. Dus die ging op een gegeven moment ook volleyballen. Maar ja, wij deden ook borstvoeding en op een gegeven moment een beetje in een flesje. Maar ja, in het begin wil ze dat nog niet zo graag. Hè? Dus ik heb toch wel een keer na een uur krijsen de sporthal gebeld. Zeg, kunt u mijn vrouw halen? Want hier moet nu een borst in, weet je wel. Ik red het niet meer. Maar goed, dat was één keer. Daarna ging dat gelukkig goed. Af en toe als mannen kunnen we het ook niet helemaal rondbreien natuurlijk, hè? Nee. Maar ja, je kan wel heel erg helpen. En dat, ja, zeker. Dat zou ik ook zeker adviseren. Want hier in Canada zeggen ze happy wife is a happy life. So. Kijk, ja. Dat is een motto waar we allemaal mee uit kunnen. Ja. Of het nou over moeders gaat of niet. Marcia, superleuk. Ja. Dank voor je tijd voor jouw ochtend, onze ochtend. Wij publiceren iedere vrijdagochtend, dus het is voor iedereen ochtend. Ja. Leuk dat we dit gesprek met je konden uitrafelen. Nogmaals, Renske, dank voor jouw kritische noot. En nou, Marcia, mochten we nou nog een paar leuke onderwerpen zien in de transition, of mocht jij nog wat leuks hebben, mogen we je vaker uitnodigen? Oh, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me goed. Zet hem op de lijst om ons vaker even te bellen als de aanleiding zich voordoet. En misschien zit er nu wel iemand te luisteren of te kijken die zegt, nou, ik heb wel een vraag of een aanleiding of een onderwerp. Dan kun je ons op diverse manieren bereiken. Bijvoorbeeld via social media zijn we de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post die je kan retweeten of die je kan delen of waar je dus ook op kan reageren. Dat doen we ook op onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een pagina en daar kun je onder reacties achterlaten, zoals Renske deed. De aanleiding voor deze aflevering is dat geworden. Of je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. En daar kun je al je vragen, opmerkingen en reacties kwijt. En als we genoeg hebben, dan maken we daar weer een nieuwe aflevering over. Dus tot zover deze. De eerste na de zomervakantie. Nou, volgens mij gelijk een leuke en interessante. Ja, absoluut. Marcia, dankjewel. Dankjewel, Marcia. Ja, heel erg bedankt. Tot volgende week.